Chris Peters on Tour trekt in de maand februari doorheen Vlaanderen met één centrale vraag. In welk Vlaanderen wil u leven? We zijn vandaag in Leuven op de markt. Ik wil leven in een Vlaanderen waarin er aandacht is voor iedereen. Beste Chris, er moet iets gedaan worden aan het vandalisme. Strenger aanpakken. En we wensen dat jij ook een beetje meer aanwezig bent, dat wij u eens kunnen zien. Laat de kinderen niet op straat spelen na 10 uur, want dat is toch een verloren zaak. Wij willen een Vlaanderen waarin de jongeren jong kunnen zijn, kunnen spelen, kunnen durven, kunnen dingen ontdekken. Goed gezegd. Ja. Dat is heel goed gezegd. Voilà. Gaat het met jullie? Goed, goed. Goed, goed. Alles in orde voor jou? Ja. In een Vlaanderen waar jongeren hoopvol durven kijken naar de toekomst. Ik wil voor Vlaanderen betaalbare woningen, zodat jonge mensen in hun eigen streek, in de buurt van hun ouders, een huis kunnen kopen of huren. In een Vlaanderen waar jonge gezinnen met kinderen, dat voor hen het leven geen rat race hoeft te zijn, maar dat het lukt om tegelijkertijd de kinderen naar de crèche te brengen, aan hun loopbaan te werken en een huis te bouwen. Ik wil leven in een Vlaanderen waar we de komende jaren eigenlijk toch wel wat de strijd, bij wijze van spreken, willen aangaan tegen de armoede. Dan heb ik het niet alleen over de armoede waar iedereen over spreekt, maar ook heel wat de verdoken armoede. En dan denk ik aan heel wat tweeverdieners die het momenteel ook moeilijk hebben. Ik wil eigenlijk in een Vlaanderen leven dat veel meer steun geeft voor de sociale sector, voor personen met beperkingen en voor ouderen. Dit moeten we aanpakken. Zeg het u, maak er iets van. 2014 CD&V. Hashtag future. Volg ons via Twitter, hashtag Welk Vlaanderen en via onze website cdmv.be.